Op 1 september 2004 stond hier, 12 meter hoog, kleurrijk en in vol ornaat, de D-toren. Het meest interactieve kunstwerk ter wereld, gekoppeld aan emoties van geïnteresseerde Doetinchemers. Kostte 250.000. Ex-wethouder Henk Wubbels, spijt van die investering? Koop in. Ja? En jij? Ja, was er ook veel vreemd geld bij. Dus het was niet alleen de gemeentekast die ervoor werd aangesproken, veel deelname bijvoorbeeld vanuit de provincie. Bovendien veroorzaakte het heel veel reuring, er werd veel over gepraat, er werd op gescholden, gevoeterd, het werd verheerlijkt. Nou, alles wat kunst moet doen. Goed zo. En het was eigenlijk een onderdeel van een torenplan, hè? Op 5 plekken in de binnenstad. De huidige cultuurwethouder Loes van der Meijs, wanneer komen die andere 4 in? Voorlopig niet. Nou, er is gewoon voorlopig geen geld voor. En wat Henk ook al zei, er is daar heel veel vreemd geld aangetrokken en ook die bronnen drogen op. Daarnaast hebben we al moeite genoeg om onze huidige culturele instelling met alle bezuinigingen in de lucht te houden. Dus laten we ons daar nog maar eens even op concentreren. En als je mij persoonlijk vraagt... Dat doe ik bij deze. Als je zegt, wat vind je belangrijker als je dan toch geld uit gaat geven, ja, dan geef ik het liever uit aan bijvoorbeeld een goede brede school in Noord dan aan nog een torenplan. Maar verder is er niet veel heilig, geloof ik, hè? Nee. Maar dat is als je zo'n groot bedrag moet gaan verzuimen. Laat ik Loes een beetje ondersteunen voor zover ze daar behoefte hebben. Dat kan erg. Ja, als je de artikel in de Volkskrant van 14 dagen geleden, overigens goed kom hier met een artikel in de NRC van die dag, dat ging over het super vergrijzende Limburg van Wildersland. Hè. Mm-hmm. En een artikel in de Volkskrant ging over bezuiniging in het buitenland in Oost-Gelder. Wat heet bezuiniging? Kaalslag. Ja. Alle voorzieningen weg. Bibliotheken weg. Ja, en dan maar mopperen dat er geen jongeren blijven wonen. Ja, als dat ons voorland is, dan ben ik blij met een keuze in cultuur, educatie, in combinatie met onderwijs en dergelijke. Was dat al recht? Ja. De D-toren, heeft hij voldaan aan de verwachtingen, als ik het aan de huidige wethouder vraag? Nou ja, weet je, ik heb daar nog eens in de aanloop naar dit interview eens goed over nagedacht. En dat doen we met het college ook regelmatig. Als je zegt dat je het meest interactieve kunstwerk ter wereld hebt, en je zegt dan ook nog daarnaast als kunstenaar, maar het maakt niet uit, al doet er maar één iemand aan mee, dat vind ik zo in strijd met elkaar, dat ik denk van ja, dan... En dat is het enige wat het college zegt, prima dat het is, het staat er. Als dat het uitgangspunt is, dan moet dat op een andere manier misschien invullen. Want er doen weinig mensen mee op dit moment. Nou ja, weet je, het heeft nu in de krant gestaan. Ik heb van Paul Partij, de ambtenaar die overgaat, nou, het regent weer aanmeldingen. Okay. Nou ja, elke keer als ze daar iets mee doen. Maar van de andere kant denk ik, en dat vind ik ook het leuke van de D-toren als kunstwerk. Dat werd gezegd door iedereen praat er al. Ik vind ook dat je er af en toe best kritisch naar kunt kijken. En kunt zeggen van nou, het is het meest interactieve deel. En het moeilijke is dat je eigenlijk rondom, het bestaat uit 3 delen. De toren, de website en de enquête die dan aan zoveel mensen gesteld wordt. Dan om de 2 dagen, 4 vragen, een half jaar lang. Ja. Dat is dan het systeem erbij. Maar als je dan zegt van luister, het is... heel interactief, maar wij hebben eigenlijk, beslissen wij welke vragen er komen. En dan gaat het niet over het nieuws of zo, maar puur over gevoelsvragen die tijdloos zijn. Nou, dat heb je met elkaar afgesproken, maar ik vind dat je juist kunt kijken dat dat ook de kracht is van de kunst. Dat je met elkaar kijkt, oké, maar kunnen we dat dan misschien op een andere, actuele manier doen, zodat die interactiviteit en de kleuren die daarbij horen, dat je dat dan meer met elkaar constateert. En dat is de discussie. De makers, de heren Serafijn en Spuibroek, die staan niet te springen? Nou ja, die zeggen, nee, die staan niet te springen, want die hebben daar toch een bepaald auteursrecht op. Dat is, het is namelijk niet, het is geen lantaarnpaal. Is dat in de cultuur zo? Dat is betaald met 250.000, dan is het toch van ons allemaal? Ja. Dan hebben de heren dat verder... Zo simpel was ik ook in het begin. Oh. Nee, ik wist het wel, want als raadslid heb ik het concept, want ik vergeet ook nooit meer de eerste keer dat Henk op wethouder met een plan kwam. En dat waren allemaal, nou ja, de holle kiezer staat het ook in Wikipedia, ja. Omgekeerde kiezer staat het in. En dat Henk ook zei dat wij allemaal stom naast staan van schetsen, dat jij zei, ja. Ik dacht, oh, maar je moet er even aan wennen. Ja. Het is te worden. Ja. Dus ja, maar het leuke is, het houdt de gemoederen bezig. En ik vind, nogmaals, als je pretendeert, en dat vind ik ook richting kunstenaars, als je het meest interactieve kunstwerk ter wereld moet proberen te zijn, kun je niet zeggen dat behalen we ook met één of twee. Hoe moet het, Henk Wubbels?
Nou, ik vond destijds ook dat, maar ik vond het ook eerst even wat elders, en zij hadden er verstand van, ik had er mee nog, dat het wel wat directer had gemaakt. Hè. Dus laat ik het goed nou vanmiddag nemen, voor mij had die ding nou blauw-wit mogen staan knippen. Ja. Als ik daar zou komen, dan is wel het ergste wat je dan weet, dat de rest van het jaar staat dat ding in de andere kleuren binnen. Zie je ook als mensen rood aanlopen op dat kruispunt, maar dat heeft dan een heel andere reden. Ja. Maar ik geef wel, ik ben natuurlijk een beetje voorin genomen, maar als ik aankom rijden, nou, ik heb ook kijk altijd beleven wat voor kleur heeft en brandt het dicht in de kruis. Mag ik iets bekennen? Ik vind het mooi. Ik vind s'avonds, ja, ik vind het overdag niet mooi, ben ik heel eerlijk in. Mm-hmm. Maar ik vind s'avonds, als je aankomt rijden, en dan, vooral inderdaad daar vandaan, en je hebt de kleur, en je hebt dan de wanden van de graafpoort die dichter uitstralen, ja, dat vind ik mooi. Voor zover u nog niet wist, liefde is rood, geluk is blauw, angst is geel en haat is groen. Ja. En welke kleur heeft gewonnen eigenlijk? Ik heb niet bijgehouden. Volgens mij was rood de meest de langste. Ja, ook niet omdat de PvdA hier komt te winnen met de verkiezingen, maar dat is wel de veel liefde is in deze stad. De afspraak is dat het niet over nieuwsobjecten ging, maar over tijdloze vragen. En daar gaat nu de discussie over van kun je dat veranderen? Ik denk dat je persoonlijk dat zou moeten. En dat je dan ook veel meer mensen krijgt die geïnteresseerd zijn. Of dat je bijvoorbeeld hier in de Kruidpoort iets van een kastje neerzet. Van nou, met een telkens een wisselende vraag waar mensen op kunnen drukken. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Het lastige is nog steeds dat auteursrecht van de kunstenaars. Heeft u afspraak met zelf of is dat nog niet zo? Nee, nog niet. We zijn nog even. Ik wil eerst weten samen met het college welke richting we opgaan. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Ik was de afgelopen dinsdag niet. En dan hebben ze weer allerlei opmerkingen en ik denk, ja, daar komt er niks van. De geestelijke vader, wat vindt hij ervan? Nou, ik hoop dat het blijft. Ik hoop dat de kerngedachte blijft. Maar daarvan denk ik wel, als je erin kunt slagen om kunstwerk nog meer van de inwoners te maken, dan zou dat mijn voorkeur hebben. En dat kan ook betekenen dat je het haat, bij wijze van spreken. Maar nou, als je het hier denkt, dan... Ik dank jullie wel.